een beetje zenuwachtig hoor. Je hoeft helemaal niet zenuwachtig te zijn. Ik stel gewoon een paar vragen en dan komen we vanzelf... Ja, maar wat nou als ik het fout zeg? Het is geen goed of fout antwoord. Ik wil gewoon weten... It's multiple choice! Meneer Ricardo, vult u maar aan. Ik wil kunnen vliegen omdat... Je wil kunnen vliegen omdat... Ja, vult u maar aan. Vult wat aan? Nou, is de kans om niet alleen één te zijn met de natuur, maar vooral met jezelf. Waarom u de eerste vliegende hond wil zijn? Vliegende hond? Jagersnoven, vriend. Waarom bent u hier toch? Nee, kom een vrouw hier ophalen. Ze zei, wacht maar even, in die studio daar ook. Hebben jullie van die kaarten met van die vlekken erop? Zie daar dus de raarste dingen in, hè? De eerste vraag. Ja. Waarom zou u... Tulband cake. Skartkabels. We willen gewoon... Tuinkabouters. Sorry, wat? Ik wil gewoon weten waarom u graag de eerste vliegende hond wil zijn. Ik snap de vraag niet. Oh man. Ja, maar is het daarom hier? Om te leren vliegen? Zullen we nou blijven? Waar is die teef? Hey, Lisbeth! Hey, Lisbeth! Wat hoor ik nou? Wat hoor ik? Godverdomme nou! En dan vlieg ik en dan ga ik langs bij opa en oma. Om te zweven boven Gaia, moeder aarde, met haar eeuwenoude adem door je haren wapperend. Hè? De uit haar lenden een voortschietende aardstralen door je chakras van je karma razende. Om te kunnen zweven, hè? Naar het hemelse toe. Ik ben het sopje. Wat? Zegt u, sopje. Wat? Maar echt in de lucht dus? Ja, het is echt in de lucht. Oh ja, Jezus Christus. Niet in een, nee, een vliegtuig, weet u zeker? Echt in de lucht, niet in een vliegtuig. Oh, God, Christus. Als een moderne Icarus en de waarschuwingen van Daedalus in de wind slaan, want je wil hoger en je wil hoger. Er is natuurlijk een kans dat u te pletten slaat, hè? Oké, volgende. Oké, Sopje, vertel maar in 3 woorden waarom wil je de vliegende hond zijn? Sopje! Zo! Oeh! Hoe praat u tegen mij? Oh ja, ik ben een beetje dovig. Ja, dat weet ik. Even vertellen waarom je dan in 3 woorden de vliegende hond wil zijn. Wat hoor ik nou? De vliegende hond! Praat er nou iemand? Ik ben ook een beetje blenderig namelijk. Ik weet niet, wie zit daar? Johannes! Sopje, ja. Ik wilde graag meedoen. Weet je zeker dat je het tegen mij hebt, hè? Ik ben een beetje blenderig ook namelijk. Zou je het durven, zeg maar? Stel je voor dat je bovenaan die berg staat, een hele diepe afgrond onder je, de wind waait in je gezicht, je vleugel rammelt en je moet springen. Tot dan. Ik kan anders even lekker op de bank liggen of zo. Ik ben zo klaar. Zeg, ik ben misschien wel oud, maar ik sta nog wel mijn mannetje, hoor. Als je gewoon even vertelt waar het over gaat. Het gaat over de vliegende hond, Sopje. Een liggende pond? De vliegende hond! Waar? Ah!